Leo Starens op de gezongen mis in Nienhoven. Vereniging niet in de kerk, elke eerste zondag van de maand zeker. Hè? In een café, klopt dat, Joost? Ja, dat klopt. Dus inderdaad, heeft niks te maken met eucharistieviering. Het is wel degelijk een samenkomst van muzikanten uit het Nienhoofse, ongedwongen. Iedereen mag komen, iedereen die zin heeft om een instrument te bespelen. En eigenlijk is het leren samenspelen met elkaar. En een goede volkse traditie die we hier in Nienhoven willen zetten. Elke eerste zondag van de maand hier in Den Belleman. En er is er nooit geen pastor bij? Er is nooit een pastor bij, nee. Raar, en gezongen mensen. In ieder geval een heel schoon idee. Met hoeveel muzikanten zijn jullie dan altijd? Oh, dat varieert. Soms zijn we met 10. Vandaag zijn we met heel veel, waarschijnlijk omdat de pers er is. Maar laten we zeggen dat we gemiddeld tussen de 10 en de 15 muzikanten hebben. Ze zijn nooit geen verplichtingen aan. Iedereen is vrij van komen. Dat weet nooit niemand eigenlijk dat het doorgaat. Ja, toch wel. Het is zo dat we mekaars e-mailadres hebben. En dat we dus per mail op de hoogte worden gesteld van het feit dat terug eerste zondag is. En aan iedereen die wilt komen, we moeten niet antwoorden, maar het is ongedwongen. Maar meestal zijn we steeds met genoeg om ambiance te maken zoals dat je kunt horen. Ja. Wat we hier ook zien, dat er bijzonder veel instrumenten zijn. Hè? Kan u er dus enkele opnoemen? Wat is er hier allemaal te bekijken? Oh, van alle instrumenten. Je hebt veel gitaristen, paar accordeons, trompet, viool, fluit. Ja, ik denk dat zo wel alles is. En is het al gemakkelijk? Jullie zijn niet op elkaar erin gespeeld eigenlijk, hè? Eigenlijk niet. Nee, het is op gevoel. Sommige liedjes zijn met partituur en andere is zuiver op gehoor. Dus ja, je moet toch wel een beetje met muziek in aanraking zijn geweest om hier te kunnen meedoen. En valt dat mee? Dat valt heel mooi mee. Dat is heel ontspannend. Dat is heel tof. Je creëert een enorme goede vriendenkring. Het is super. Ik ben heel blij. En het ontstrest vooral. Dus we kunnen de Nienhoveters aanraden van elke eerste zondag? Absoluut, te komen naar Den Belleman vanaf 11 uur tot officieel 2 uur, maar dikwijls wordt dat 3 of 4 uur. Maar dat ging ik nu juist zeggen, en stopuur dat hebben jullie niet zeker? Hè? Nee, we hebben geen stopuur. Maar zolang dat er muziek is en bier is... En zolang dat we goesting hebben. Voilà. In ieder geval, Joost, bedankt. Dat is graag gedaan. Dank u.